is er een verschil ontstaan in de Surinaamse kunstuitingen na 1975? In de kunstuitingen na 1975, ja. Uit het weinige dat gedocumenteerd is, heb ik kunnen halen dat de schilderkunst en de tekenkunst en natuurlijk de beeldhouwkunst nog steeds hebben gedomineerd. De laatste jaren zien we dat installatiekunst erbij kwam kijken, videokunst. Maar de dominantie van de schilderkunst, tekenkunst en de beeldhouwkunst, die staat nog overeind. Dat is het ten aanzien van die kunstuitingen. En uw mening? Wel, natuurlijk ben ik iets ouder. En 1975, toen was je nog een klein jochie, je gaat niet veel weten. Ik was er niet eens. Ik was er niet eens. Ik ben van 86. Ja, daarom. Ik ben in 66 teruggekomen. En ik was de eerste beroepskunstenaar. Er was geen kunstenaar in Suriname. Er waren veel tekenleraren die bekend zijn. En geen van deze tekenleraren hebben ooit een schilderij gemaakt. Ze hebben wel opdrachten gehad, dan maken ze iets met centrale bank en dergelijke. Maar niemand durfde de stap te nemen naar vrije kunst. Het eerste wat die tekenleraren tegen mij zei van Paul, ga terug naar Holland. Hier als vrije kunstenaar ga je niet kunnen leven. Wel waar het Parenkamp, dat is die Paco nu, heeft in 1959 In 1956 en 1960 twee exposities gegeven. En een heleboel van die tekenleraar, onder andere een nieuwe leraar, Nola Hatterman, heeft een expositie gegeven. Maar er was niet verkocht en verder werd niet gewerkt. Ik ben eigenlijk niet de eerste. Het is Hans Lee, die was 6 maanden voor mij hier gekomen. Maar hij was getrouwd, heeft kinderen, dus hij moet een inkomen hebben. Dus hij schilderde als gek. Hij was overal aan het schilderen. En dan moet ik dit deel vertellen, want het is heel belangrijk voor de geschiedenis. Dick de Keizer was directeur van CCS. Hij zag Hans Lee op straat schilderen en hij maakte een gesprek. En tijdens het gesprek heeft Dick de Keizer en Hans Lee toen gezegd, we gaan een gezamenlijk expo houden. En Dick de Keizer is naar het kampement gegaan, militair kamp. Hij heeft allemaal grote tenten gehad. Hij kreeg toestemming in Palmetuin al die tenten op te zetten en hij heeft ze allemaal uitgenodigd. Iedereen kunstneef en zo, om expo te houden. En Dick de Keizer en Hans Lee hebben toen die expo genoemd Nationale Kunstbeurs. Hopende dat mensen zouden kopen, maar er is niet veel verkocht. Van alle tekenleraren waren maar twee die wilden mee, de rest had geen werk, dus er kwam niks. En vanaf toen is het gaan rollen. En toen het goed ging, een jaar daarna, kon Hans het niet meer volhouden. Ik was vrijgezeld, dus ik kon in bittere armoede leven. Hans niet, hij moet die kinderen voeden. Dus hij is teruggegaan naar Antwerpen en heeft mij gevraagd die tekenlessen wat hij gaf aan het atelier om over te nemen. Paul, ik ga voor een jaar. Een jaar daarop schreef hij mij een brief. Paul, ik blijf nog een jaar. Ik heb 30 jaar lang gewacht op die lummel om terug te komen. Ik heb die tekenstoel. Maar ik begon het leuk te vinden, 3 dagen op het atelier. Maar ik ben geen tekenleraar, ik ben een kunstenaar. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.